Ik zwem al sinds mijn 6e. Eerst in het recreatief zwemmen en daarna ook in wedstrijd zwemmen. Een wedstrijdbadpak dat kost tussen de 300 en 500 euro. Die moet echt op je lichaam aangepast zijn. En dat is best wel belangrijk als je die keuze maakt en helemaal voor zoveel geld. Ik wil naar Australië. Ik wil daar waarschijnlijk gaan rondreizen, omdat het land me eigenlijk al sinds mijn jeugd interesseert. Alles naast mijn vaste lasten kan ik opzij zetten voor mijn reis. En een klein deel geef ik uit in mijn hobby's, zoals het zwemmen of mijn auto. Ik studeer geneeskunde in Nijmegen. Ik ben geneeskunde gaan doen met het perspectief dat ik zowel als arts het patiëntencontact heb om mensen te kunnen helpen, om het onderzoeksveld in te gaan en op die manier ook een fundamentele bijdrage te kunnen leveren aan geneeskunde. Ik verdien mijn geld door mijn werk bij Lidl. De groente en fruit vul ik bij. Ik bekijk eigenlijk elk doosje wat we binnenkrijgen op het moment dat ik hem vul of er misschien beursplekken of iets dergelijks in zitten. Ik vind het leuk dat ik veel verantwoordelijkheid krijg en wanneer ik een idee opper, wordt daar ook naar geluisterd.